welkom bij deze nieuwe video. Ik ben weer vandaag bij jullie terug met een nieuwe Lego producten video. Ik heb weer een aantal weken lang al mijn producten opgespaard die ik heb opgemaakt. En het is niet alleen maar make-up, maar echt alles omtrent beauty. Dus skincare, make-up, dat soort dingetjes. Echt gewoon van alles. Ook haarproducten, et cetera. En ik heb gewoon alles verzameld. En ik ga jullie vandaag laten weten wat ik van alle producten vind. Ik vind niet automatisch alles goed als ik het heb opgemaakt. Want hier en daar wil ik het ook gewoon helemaal opmaken. Voordat ik echt weet wat ik ervan vind. En vooral als het gaat om skincare en haarproducten en zo. Ja, die moet je gewoon echt vaker gebruiken om echt te weten wat je ervan vindt. Dus ik heb hier echt een heleboel. Want ik heb het weer veel te lang opgespaard. Het is echt een heleboel. Dus laten we gewoon gelijk gaan beginnen. Vind je dit nu wel leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze Product Empties video. Jongens, wat vinden we van mijn make-up, van deze ooglook? Ik heb expres deze blauwe soort van liquid oogschaduwlijn aangebracht om zogenaamd te matchen met mijn blauwe trui. Wat heb ik op mijn lippen? Ik heb Morphe Sweet Tea lippotloodje op en deze matte liquid lipstick van Pixie in de kleur Posh Nude. Dit is echt de perfecte nude voor mijn huidskleur. I love it. Oké, jongens, het is zoveel dat ik gewoon 2 bakken heb in plaats van 1. Normaal is het gewoon 1 bak, maar nou dus 2. Oké, het eerste waar ik het over ga hebben is deze body lotion van de Action. Van hun limited edition Shea Butter lijn. Hoe heet dan deze lijn specifiek? I don't know. Deze body lotion in ieder geval is amazing. Heel deze lijn is amazing. Ik ontvang elke maand een heel groot PR pakket van Kruidvat met van alles erin. En een aantal maanden geleden ontving ik deze lijn. Ik weet niet of die er nog is. Maar als die er nog is, deze lijn is echt fantastisch. Ze hebben nog meer producten. Maar vooral de body lotion heb ik dus helemaal opgemaakt, obvious. En hij is echt groot. Dus dat ik hem helemaal heb opgemaakt is echt knap. Het is 400 milliliter. Hij ruikt heerlijk. Hij smeert heerlijk in. Ik haat het als je het insmeert en het zo wit blijft op je huid, zeg maar. Dat je een uur lang moet insmeren. Doet hij echt totaal niet. De geur blijft ook gewoon de hele dag zitten. Ik heb ook een vriendin en die had volgens mij de olie hiervan. Ik weet niet zeker. Maar ook gewoon een van de huidproducten. En zonder dat ik haar überhaupt iets had verteld hierover, zei ze uit zichzelf tegen mij: Sarah, ik heb zo'n goed product gevonden. En dat was dus een product van deze lijn. Dus jongens, ik ben niet de enige. Ik weet niet eens of het er nog is, nogmaals. Maar deze was echt amazing. Dan ga ik verder met deze haarolie. Dit is de Revox Bio Castorolie. Dit is 100% pure cold pressed castorolie. 30 ml. En ik ben hier zo snel doorheen gegaan. Elke week breng ik een hot oil treatment aan in mijn haar. Dus hete olie. Ik gebruik ook altijd castorolie. Want dat is gewoon heel goed voor je haargroei. En gewoon allemaal verschillende positieve dingen. Dus deze heb ik echt al heel snel opgemaakt. 30 ml is niet heel veel. Maar dit is dus wel echt pure olie van Revox. Ook niet al te duur. En ik vind hem echt geweldig. Ik vond hem echt geweldig. Je moet hem wel mixen met een andere olie. Want hij is best wel dik, zeg maar. En op zichzelf vond ik hem persoonlijk niet zo fijn om aan te brengen. Maar als je het mixt met andere. Ik mixte het met... met wat mixte ik het? Met kokosnootolie. Ja, nou, dan is hij echt gewoon top. Je brengt het gewoon zo hier aan op je hoofdhuid. En echt super fijn. I love it. Dan heb ik hier een oogcreme van Clarins. De Hydra Essential Clarins oogcreme. Jullie weten, ik ben niet zo'n fan van oogcreme. Ik vind altijd dat het niks doet. Maar ik ontvang altijd Clarins in PR. En zij had gezien dat ik had gezegd dat ik niet van oogcreme houd. En toen zei ze me, Sarah, deze moet je gewoon echt proberen. Het is echt geweldig. Je gaat het echt geweldig vinden. Dus ik dacht, laat me hem maar gewoon proberen. Hij is ook echt heel groot, gaat heel lang mee. En het is echt een geweldige oogcreme. Jongens, heel deze Hydra Essential lijn van Clarins is sowieso amazing als je een vochtarme huid hebt, een droge huid hebt, net als ik. Deze is echt amazing. Als je het zo hier zo aanbrengt, je voelt dat het hier helemaal hydrateert. Het wordt helemaal zo glanzend. Het voedt. Het is echt gewoon amazing. Enige wat je niet moet doen hiermee, dit is geen geschikte oogcreme voor onder make-up, want hij is te dik. Dat had ik geprobeerd en toen werd het hier gewoon echt een bende. Dus ik persoonlijk raad hem aan om hem aan te brengen voordat je gaat slapen en het gewoon de hele nacht laat intrekken. Het is echt amazing. Als je hier een hele droge huid hebt of whatever, je gaat het echt fantastisch vinden. Echt amazing. Dan ga ik verder met parfum. De super bekende Christina Aguilera parfum. Deze parfum bestaat volgens mij echt al 20 jaar of zo. En dit is mijn betaalbare everyday parfum. Ik weet niet of ik de enige ben die dit doet, maar ik heb mijn dure parfums voor als ik echt iets ga doen. En ik heb mijn meer goedkope parfums voor gewoon everyday. En dit is mijn fave voor everyday betaalbare parfum. Hij is van 25 euro of zo. Helemaal opgemaakt. Ik heb al weet ik veel hoeveel van dit soort flesjes opgemaakt. Ik vind hem echt fantastisch. Hij ruikt heerlijk. Ik kan persoonlijk echt geen geuren beschrijven. Maar geloof me, hij ruikt echt heerlijk. Hij bestaat ook al niet voor niks zo lang. Heel veel mensen vinden hem heel fijn. Hij blijft ook gewoon de hele dag goed zitten. Super lekker geurtje. En ook niet al
te duur dus. Dan heb ik hier een lip balm van de Fruity Pebbles collectie van I Heart Revolution. Deze heb ik helemaal opgemaakt. Jongens, de nostalgie. Het is dus zo'n bolletje. Je kunt het zo aanbrengen. Ik heb een hele video gemaakt over heel deze collectie. Ook van deze collectie weet ik dus niet of die er nog is. Maar deze lip balm, lipolie, wat het ook is precies, is echt super duper fijn. Ik had gezien in een video van iemand anders dat ze hem niet zo fijn vond door de geur en zo. Daar ben ik het persoonlijk helemaal niet mee eens. Ik vind hem echt heerlijk. Ik bracht hem altijd aan voordat ik aan mijn make-up begon. Echt gewoon een hele fijne lipolie. Dan heb ik hier een gezichtsmasker. Dit is de Pixi Glow Matte Mask. Dit is wel een mini versie. Een van de fijnste gezichtsmaskers die ik ooit heb geprobeerd. Hij maakt je gezicht helemaal glanzend. Ik heb een hele doffe huid. Ik wil altijd dat mijn gezicht gaat glanzen. Dit masker was echt ideaal. Ik bracht hem aan in de ochtend voor mijn make-up. Of als ik me gewoon niet opmaakte, kon ook. En het laat echt een stralend effect achter op je huid. Het reinigt ook je huid helemaal. Hij is dus echt helemaal op. Ik ben sowieso een fan van gezichtsmaskers. Maar als je iets zoekt wat je huid goed reinigt en laat glanzen, deze Pixi Glow Matte Mask is echt fantastisch. Jongens, ik ga er een beetje snel doorheen, want er is echt hier heel veel. Ook een gezichtsmasker die ik helemaal heb opgemaakt is deze van de Body Shop, de Intense Awakening Mask. Hij ruikt naar koffie. Zoals je kunt zien is hij echt helemaal leeg. Deze gebruikte ik ook altijd in de ochtend. En het maakt je huid echt letterlijk weer wakker. Je voelt gewoon dat je huid weer helemaal wordt opgepept, zeg maar. En dat vond ik gewoon echt een heel fijn effect. Vooral voordat ik een video ging filmen. Want dan was mijn huid helemaal geprept en klaar voor de make-up en zo. Ik vind hem gewoon echt heel erg fijn. I love it. Dan heb ik dit product. Als er iets is vandaag wat je moet halen uit deze video, is het dit product van Clinique. De Cleansing Balm. Dit is dus een balm. Hij is echt helemaal op. Die je dus gebruikt om je make-up eraf te halen. Om je gezicht te cleansen, te reinigen. Het is zo ontzettend fijn. Je hoeft niet eens meer te dubbel cleansen. Dit is echt genoeg om heavy duty make-up eraf te halen. Zoals je ziet, ik draag altijd veel make-up. Dit brak het helemaal af. Ik hoef niet eens veel te gebruiken. Je smeert het gewoon in op je huid en heel je make-up. Je ziet het er gewoon helemaal afgaan. Helemaal afsmelten. Ik ben zo'n persoon. Ik wil een beetje dat het snel gaat. Ik heb geen zin om een uur te moeten doen over mijn gezichtsmake-up eraf te halen. En deze is echt amazing. Hij kost wat, maar je doet er echt best wel eventjes mee. En het is echt heerlijk en echt amazing. Voor de krulbollen onder ons, deze Shea Moisture Shampoo Amazing Strengthen and Restore. Dus deze is ideaal als je een beetje een beschadigde haardos hebt, net als ik. Mijn haar was best wel beschadigd door al het gestel en zo. Dit is echt amazing, CG vriendelijk. Dus ideaal voor iedereen met krullen. Ik heb al een andere besteld, die heb ik al binnen. Deze is helemaal op. Ik had hem ontvangen in PR en ik was er zo blij mee dat ik al een andere heb besteld. Dit gaat er echt voor zorgen dat je krullen echt on fleek gaan zijn. Eén product kan al zoveel verschil maken in je krullen. Ik heb echt een heleboel krullenproducten getest. En dit is echt een van de toppers. I love it. En nu we het toch over haren hebben, zal ik het ook hebben over mijn conditioner van Curls. Coconut Curl Lada Conditioner. Dit is letterlijk de enige conditioner die ik gebruik. Deze, ik heb al 5 flessen opgemaakt of zo. Zoals je kunt zien is die helemaal leeg. Satisfying. Deze is echt amazing. Ook niet heel goedkoop, maar vooral als je krullen hebt, investeer gewoon echt in goede producten. Wel grote disclaimer, krullen zijn heel verschillend bij iedereen. Het hangt echt af van jouw krullen of iets gaat werken. Dit kan geweldig zijn voor mij en vreselijk voor iemand anders. Maar ik raad hem vooral aan als je lange krullen hebt als mij, want als je iets gebruikt wat te zwaar is, dan gaat het helemaal hangen. Als je korte krullen hebt, dan maakt dat niet uit. Je kunt dan gewoon prima zware producten gebruiken. Maar als je al lang haar hebt wat al heel snel plat gaat zijn, dan is zoiets echt ideaal. Dan heb ik hier van Catrice van de Bronze Away collectie hun Hydrating Fixing Spray. Ook over heel deze collectie had ik een video gemaakt. Ik weet ook niet of hij nog te koop is. Dus er zit nog een heel klein beetje in. Maar het is niet meer te gebruiken. Want als er nog maar zo'n klein beetje in zit en je sprayt, dan spreekt het zo'n dunne straal en dat verpest je hele make-up. Ik moet zeggen, ik vind hem niet fantastisch of zo. Het is niet opgemaakt omdat ik hem zo geweldig vind. Maar ik had te veel fixing sprays. Dus ik was me gewoon even aan het hyperfocus op één spray. Want dan kon ik hem gewoon opmaken en wegdoen. Het geeft hydratatie. Het is een oké spray. Niet geweldig, maar ik was er wel gewoon blij mee. Zou ik hem opnieuw halen, niet per se. Dan van de Body Shop hun handcreme. Dit is de British Rose collectie. Ik hou van hun handcremes. Ik was zo'n persoon die nooit handcremes gebruikte. En nou niet meer zonder kan. Ik weet niet wat er is veranderd. Ik heb gewoon de magie van handcreme ontdekt. Deze zijn echt heerlijk. Hij is helemaal leeg zoals je kunt zien. De geur blijft ook heel lang zitten. Dat vind ik zo fijn aan de Body Shop handcremes. Dat de geur echt lang blijft zitten. En dat het echt intens hydrateert. Ze hebben echt een heleboel geuren. Dus als je niet houdt van rose, er zijn nog een heleboel andere opties. Van Sol Secrets
heb ik hier de Energy Body Foam, Shower Foam. Dit is van de Kruidvat collectie. Heerlijk. Het ruikt een beetje naar die ene koek, speculaas volgens mij. Daar ruikt het een beetje naar. Als je daar niet van houdt, is het niks voor jou. Ik vond hem heel fijn. Hij is helemaal leeg. Ik gebruikte hem dus gewoon altijd in de douche om mijn lichaam te reinigen. En hij foamt ook zo lekker. Ik vind het zo fijn als het helemaal zo schuimt. Daar heb je verder niks aan volgens mij. Maar ik vind het gewoon heel fijn op mijn huid. Dus hier was ik heel blij mee. Dan heb ik hier van Clay & Glow hun scrub, hun face scrub. Ik vond hem heel erg fijn. Ik weet dat heel veel mensen niet zo'n fan zijn van face scrubs. Omdat het wat, ja, wat ruw kan zijn en het je huid een beetje kan beschadigen. Dat ervaarde ik niet met deze scrub. Het voelt gewoon bijna aan als een soort van gel. Het voelt niet aan als een hele ruwe scrub of zo. Dus ik vond hem heel erg fijn. I love it. Van de Boozy Shop heb ik hier een Watermelon Lip Scrub. Dit is dus een lip scrub. Helemaal opgemaakt. Ik had ook een hele video gemaakt over heel deze lijn. Volgens mij vond ik hem in de video niet zo goed. Toen had ik hem ook gewoon echt weggelegd. Toen was mijn lip scrub opgegaan en ik moest echt mijn lippen scrubben. Toen had ik hem gewoon weer gepakt. En toen vond ik hem op zich best wel goed. Ik weet niet. Misschien dat ik het gewoon in het begin niet goed gebruikte of weet ik veel wat. Maar hij is echt best wel fijn. Hij scrubt in mijn lippen heel fijn. Hij is niet zo goed als de lip scrub die ik normaal gebruik van I Heart Revolution. Deze zijn echt amazing. Maar hij deed op zich wel gewoon zijn werk. Ik vind hem nog steeds niet echt fantastisch. Maar ik vond hem beter dan dat ik in die video zei. Dan heb ik hier een nachtlipmasker van O'Keeves ofzo. De Lip Repair. Een van de fijnste lipmaskers die ik ooit heb gebruikt. Helemaal op. Zoals je kunt zien, deze had ik gewoon besteld. Echt gewoon op de gok. Ik had hem gewoon gezien. Ik moest gewoon een lipmasker hebben en ik had hem gewoon besteld. Super duper fijn. In de ochtend, je lippen voelen zo zacht aan. En mijn lippen waren helemaal niet meer droog. Helemaal geen losse velletjes. Echt amazing. Als je op zoek bent naar een goed nachtmasker, echt amazing. Je kunt hem ook gewoon overdag aanbrengen. Maar ja, er staat ook echt op overnight. En dat vond ik zelf ook echt het fijnste. Want dan kon hij gewoon de hele nacht intrekken. Dan heb ik hier een masker. Een gezichtsmasker van Peter Thomas Roth. Dit is echt een heel duur gezichtsmasker. Dit hele merk is heel duur. En dit is een beetje een anti-aging gezichtsmasker. Het lift je huid, et cetera. Ik moet zeggen, ja, ik weet niet. Misschien komt het ook omdat ik nog niet echt een hele oude huid heb. Ik heb hier een jaar mee gedaan. Dus je doet er wel echt heel lang mee. Maar ik zag niet echt verschil. Ik weet niet. Ik weet niet. Ik zag het gewoon niet. Maar nogmaals, misschien is dat ook wel echt omdat dit niet echt een gezichtsmasker was voor mijn soort type huid. En mijn huid is helemaal niet gezakt of zo. Ik hoef helemaal geen lifting anti-aging effect of zo. Als iemand deze heeft gebruikt en hem heel goed vindt, laat het ons weten beneden in de reacties. Maar ik persoonlijk, ik weet niet, ik zag niet echt verschil. Nou jongens, ik hoop dat ik jullie weer heb vermaakt vandaag en jullie iets hebben gehad aan deze video van vandaag. Echt het meeste vond ik eigenlijk wel gewoon goed. Er zat niks bij waarvan ik denk het is echt heel slecht. Een aantal dingen zou ik persoonlijk niet opnieuw halen, maar al met al waren dit allemaal wel fijne producten waar ik echt gewoon heel blij mee was. Ik hoop dat jullie iets hebben gehad aan de video. En let me know als je vaker dit soort video's wilt zien. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!